Leclerc had het seizoen niet beter kunnen beginnen dan met zijn klinkende zegen op het Bahrain International Circuit. Ja, de monogas is vanzelfsprekend in de wolken met zijn knappe overwinning en natuurlijk ook de eerste overwinning van het team van Ferrari. Een enorme deceptie was er voor Rebel Racing dat Max Verstappen en Sergio Perez in de laatste paar ronden zag uitvallen. Na een prima kwalificatie van Leclerc werd het ook een race om van te dromen voor de mannen van Ferrari. Leclerc leek de hele race volledig in controle te zijn. Maar goed, moest nog wel af en toe een beetje afrekenen met een geteerde Max Verstappen. Het tweetal vocht een prachtige vecht uit om de koppositie. Maar ja, de Ferrari-coureur hield zijn poot stijf en wist de Nederlandse aanval af te slaan. Gasly kreeg ook een probleem waardoor zijn auto vlam vatte en dit resulteerde dus in een safety car en een gehele nieuwe situatie. Ja, Ferrari greep deze situatie maar al te graag aan voor een gratis pitstop voor Leclerc die op die manier dan Verstappen wist voor te blijven. Maar goed, Leclerc had het nog wel lastig in een intens gevecht met Verstappen. Ik probeerde zo slim mogelijk te zijn met de DRS. Ik remde voor de eerste bocht, waardoor ik DRS bleef houden. Ik ben enorm blij dat het is gelukt. Ik wilde de safety car niet, maar ik had een geweldige start en dat lukte me om door te gaan tot het einde. Ja, Kevin Magnussen verloor aan het begin van de race een aantal plekken, maar reed vervolgens gewoon goed mee om de punten. De Deen, die op het laatste moment instapte bij de Amerikaanse renstal, vocht verschillende duels uit. En door een uiteindelijke DNF van Verstappen, Perez en Gasly kwam hij terecht op plekje 5. Perez meldde ook dat hij problemen had aan zijn RB18. In de laatste ronde viel hij dan ook uit, eh, toen hij zijn auto plotseling horizontaal op de baan zag staan. Ja, Hamilton kon hierdoor toch naar het podium rijden en daar is hij dankbaar voor. Ten eerste, mijn felicitaties aan Ferrari. Het is goed om te zien dat ze het weer zo goed doen. Het is een fantastisch team. We hadden het moeilijk tijdens de trainingen, en dit is het beste wat we konden doen. Het is jammer voor de andere twee coureurs, Verstappen en Perez. Maar we zijn dankbaar voor deze punten. Het wordt niet makkelijk, maar we zijn verenigd als team en blijven hard werken. Al dus Lewis Hamilton. Cornu Joe knap in de punten met zijn Alfa tijdens zijn allereerste race in de Formule 1. Maar goed, de grootste teleurstelling was dus bij het kamp van Rebel Racing... ...dat in de laatste ronde dus Verstappen als Perez vanuit een kansrijke positie zag uitvallen. Teleurstelling was er ook bij het team van McLaren dat niet verder kwam dan een 14e en 15e positie. Ja, ook Aston Martin zat flink in de problemen met Lance Stroll op plekje 12 en Supersub Hulkenberg... Ja, toch op plekje 17. Max Verstappen heeft deze zondag in Bahrein dus een dramatische race vol problemen gekend. De mankementen aan zijn RB18 verliepen van kwaad tot erger, zoals bijvoorbeeld de problemen met de balans. Daarnaast is de Nederlander ook verre van tevreden omtrent de strategische keuzes. Als ik te dichtbij kwam, werden de remmen te warm en dan moest ik weer liften. Strategie was ook niet helemaal top en daar moeten we ook naar kijken. Twee keer had ik de leiding kunnen nemen, maar omdat ze mij vertellen dat ik de eerste ronde rustig moet rijden, pakte ik de leiding niet. De volgende keer ga ik gewoon meer op mijn gevoel af. Zo moppert hij tegenover Viaplay. En na de pitstops was er ook iets mis met het stuur van Verstappen, want hij had bijna geen stuurbekrachtiging meer. Ja, hij moest veel kracht bijzetten om er een beetje beweging in te krijgen. Na de herstart en het gevecht dacht ik dat we met een tweede plek een superresultaat zouden hebben. Maar ja, daarna kreeg ik nog een probleem. Het leek alsof er geen benzine naar de motor kwam en toen was het klaar. Ja, dat je hier met twee auto's nul punten scoort is voor ons dramatisch. Uiteindelijk kwam er geen benzine meer dus naar de motor. Het kan heel iets kleins zijn waar je het kampioenschap op kunt verliezen. Al dus, Max Verstappen. Goed, dat was hem dan. De allereerste race van dit seizoen. De Grand Prix van Bahrein. Ja, hoeveel sterren geef jij deze race? Dat kan van 1 tot en met 5 sterren. Laat het weten in de comments hieronder. En dan zie je morgenochtend weer bij een gloednieuwe GPFans nieuws. Tot dan! Hoi!